Tof dat je op het punt staat om deze video te bekijken. Ik ben Matthijs Kok en ik ben ondernemer en ik doe er alles aan om jou te inspireren en te motiveren het maximale uit jezelf en uit je business te halen. Vind je mijn video's dus tof? Klik even op abonneer en is de video goed genoeg, geef hem dan even een duimpje, dan weet ik dat ik op de goede weg ben. Welkom bij de Branded by Matthijs podcast. De podcast over branding, ondernemerschap, bedrijfscultuur en de zoektocht naar succes. Zo, daar zijn we. Podcast. Hallo, de luisteraars, moet ik dan natuurlijk zeggen. Welkom bij weer een nieuwe editie van Branded by Matthijs. Nog niet heel lang geleden de podcast omgegooid naar een nieuwe naam en een nieuwe topic in plaats van e-commerce gekozen voor branding. En in die hoedanigheid zit ik hier digitaal tegenover Johan de Wit. Beter yes. Bekend als de SaaS-baas. Ja, ze zeggen het. Ze zeggen het. Neem ons eens mee in wie jij bent, want ik ben heel erg nieuwsgierig, net als de mensen die met mij aan het luisteren zijn naar deze podcast. Yes, nou ja, allereerst dankjewel voor deze uitnodiging. We hebben elkaar al een paar keer even kort gesproken, maar vandaag kunnen we wat meer de diepte in. Dat vind ik sowieso leuk en dank dat ik hier dus mag aanschuiven virtueel. Ja. Mijn naam is inderdaad Johan de Wit, begin 30. Ik ben oprichter van Noordhaven en van Price Search. En daarnaast ook host van een podcast, de SaaS Bazen podcast. Er zit ook een community, zit daar aan vast. En voor wie de term niet kent, SaaS, dat staat voor Software as a Service. Software as a Service, dat zijn of dat soort bedrijven die dat maken, die dat uitbrengen, zijn eigenlijk softwareontwikkelaars die hun software aanbieden tegen een maandelijkse of jaarlijkse vergoeding. Bekende namen zijn bijvoorbeeld Slack, Trello, dat soort platforms. Ja. In de wereld van e-commerce zijn er natuurlijk ook talloze te vinden. Ja. Dat soort bedrijven adviseer ik met het vinden en verzilveren van nieuwe groeikansen. Dat doen we nu een aantal jaar. En eigenlijk in die hoedanigheid zijn wij ook elkaar een beetje op het spoor gekomen. Omdat jij natuurlijk in de e-commerce wereld zit. Nou, ik vanuit Price Search zit ook in die wereld. Eigenlijk de wereld van e-commerce en SaaS bij elkaar. Dat is eigenlijk waar ik mijn dagen voornamelijk mee vul. Wat goed zeg. Maar neem me nog heel even kort mee. Want jij zegt Noordhaven, dat is volgens mij meer een agency. Help je vanuit die agency dan vooral SaaS-bedrijven? Of is dat iets wat je juist met de podcast doet? Of stroomt dat daar in elkaar over? Nee, dat eerste klopt. Dus met Noordhaven helpen we inderdaad softwarebedrijven. Je zou dat inderdaad een beetje als een agency kunnen zien. Hoewel we ons niet echt als een agency opstellen. We zijn meer een team met een klein team met een paar specialisten die korte tijd, meestal 3 tot 6 maanden, intensief meeloopt met zo'n SaaS-bedrijf om te sturen en om marketingprocessen, marketingstrategieën in te richten. Ja. Vervolgens is het doel eigenlijk altijd dat ze autonoom verder kunnen. Dat lukt meestal wel, maar niet altijd. In dat geval lopen we nog wat langer mee. Zo simpel is het. De tweede naam, Price Search, dat is echt een software tool. Dus dat is een SaaS-bedrijf. Dat heb ik nu, daar ben ik medeoprichter van. Dat is nu ongeveer een jaar geleden. En het mooie daaraan is dat ik eigenlijk daarmee een eigen kweekvijver, speeltuin, geef het een naamtje heb. Mm-hmm. Waarin ik nieuwe experimenten kan toepassen. En al het geleerde, wat ik alle lessen die ik opdoe, kan ik daar toepassen. Ook weer toepassen. Practice what you preach. Dus je kunt heel veel van wat je leert in de podcast weer toepassen bij je klanten. En andersom, tof. Ja. En Pricewatch, het klinkt een beetje als een tool die voor mij als e-commerce manager de prijzen van mijn concurrent in de gaten houdt. Zit ik dan in de goede hoek? Ja, klopt. Ja, dat is het exact. Het is over de Price Search. Pricewatch, dat is ook weer een naam die is ook bekend. Zit dan, heeft een iets andere toepassing. Ja. Maar met Pricesearch, in de basis is het begonnen eigenlijk als pricing tracker. Dus we monitoren de prijzen van jouw concurrent als je een webshop hebt. Ja. Maar we zijn de afgelopen paar maanden, afgelopen half jaar, zijn we ons een beetje uit die hoek aan het manoeuvreren. We blijven dat absoluut doen. Maar we zien dat een webwinkelier eigenlijk veel meer wil zien dan alleen de prijs van zijn concurrent. Die wil ook gewoon zien waar die producten verkoopt, op welke marktplaatsen. Bijvoorbeeld op bol.com, maar ook Amazon. Wat daar de verschillende aanbieders zijn, welke daar bovenaan staan, hoeveel reviews iemand heeft en al dat soort zaken. Dus we kijken ook meer naar dat soort zaken.
Plus het feit dat we ook echt met wat meer product intelligence bezig zijn. Dat is nogal, staat op een, althans, dat is, daarmee zitten we in een vroeg stadium. Ja. Maar daarmee willen we ook laten zien welke producten er bijvoorbeeld goed lopen bij concurrenten. Of waar de gaps in jouw assortiment zitten. Dus naast een pricing intelligence tool wordt het ook steeds meer een product intelligence tool. En hoeveel klanten heb je daarop aangesloten? Ja, we zitten nu ruim over de 200. Waarbij we het grotendeel toch nog steeds wel in Nederland zitten. We zien wel, we zitten nu in 15 landen. Maar ja, dat klinkt wat spectaculairder dan het is. Want dat zijn gewoon, het is natuurlijk een SaaS tool. Goedkoopste abonnementje is €24 per maand. Dus dat is natuurlijk ook een heel laag entry point. Ja. Dus we zien in verschillende landen dat we wel wat klanten hebben. Focus ligt in Nederland. Vorig jaar in New York een virtuele vestiging geopend. Later merkten we dat dat daar best wel wat vraag was. Dat is nu met het coronavirus, krijgt dat allemaal nog wat andere vormen. Ja. Toen hebben we daar een sales rep aangenomen, dus die is daar nu bezig. En je merkt dat de markt daar iets anders is dan hier. Hier in Nederland is het hele directe markt. Dus daar verkoop je eigenlijk met name rechtstreeks aan de webwinkels, zeg maar, de eindgebruiker zelf. Amerika is toch iets meer een distributiemarkt. Dat is meteen ook een inzicht die ik al had. Vanuit wat Noordhaven-projecten. In Amerika is het iets logischer over het algemeen om daar met partners te werken. Bijvoorbeeld digital agencies die veel e-commerce klanten hebben. Ja. Die vinden het dan ook weer fijn om zo'n tool aan te bieden. En dat heeft een iets ander model. Maar ook weer interessant om dat op te zetten. Dus dat doen we nu ook sinds een tijdje. Ja, goed zeg. Hey, en die podcast, hè? Als je daar... Zet je dat in als een soort van lead generatie tool? Want eigenlijk kun jij natuurlijk met allerlei ondernemers praten over jouw vakgebied. En zou het maar zo kunnen zijn dat omdat je op die manier natuurlijk relatief makkelijk je netwerk uitbreidt. Dat je op die manier ook nieuwe business scoort. Ja, dat is in de eerste plaats inderdaad wel echt een netwerktool, om het zo maar te noemen. Ja. Met de podcast kom je natuurlijk gewoon heel snel in aanraking met mensen die wij graag willen bereiken. Ja. Zoals wij noemen SaaS-bazen. Het is toch anders op het moment dat je iemand iets te bieden hebt, namelijk een plaats in de podcast, of dat je iets komt vragen. Dus dat is zeker zo. Anderzijds is het ook gewoon ontzettend leuk om te doen. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. dat zie je bij jou, dat spat er bij jou ook vanaf. Het is gewoon super gaaf om gesprekken te hebben met mensen die dezelfde interesses hebben, want daar komt het sowieso altijd op neer. En kijk, wij zijn ook vrij klein georganiseerd. Dus wij kunnen, al zouden de helft van alle mensen die in onze podcast zitten, al zouden die klant willen worden, dan hebben we eigenlijk al een probleem. Ja. Dus vaak is het wel zo dat je voor en na zo'n podcast wat intensieve contact hebt. En een aantal voormalig podcastgasten, die zijn inderdaad wel klant. Maar het is ik denk, al zou ik het heel commercieel uit willen of willen benutten, dan kan dat. Maar... ja, het is toch meer echt een manier om echt gewoon interessante gesprekken te hebben. Want daar ben ik dol op. Ja, en waarde te creëren voor de mensen die in de podcast komen en de mensen die ernaar luisteren. En op die manier komt, als het goed is, de business ook wel op gang. Ja. Ja, en het is ook ik vind het persoonlijk ook een leuker medium dan bloggen. Ik bedoel, ik schrijf best wel graag, maar... als ik dan moet kiezen tussen een gesprek voeren of een tekst schrijven, dan kies ik altijd het gesprek. Ja, het gekke daarin is, en zo is het voor mij eigenlijk ook ontstaan, hè, maar het is inderdaad een vele malen makkelijker om binnen te komen met de vraag, zullen we een podcast opnemen, dan gaan we koffie drinken en gaan we het hebben over wat we voor jou kunnen betekenen. Dat is één. Twee is, je kunt echt volgens mij veel makkelijker leren van dit soort gesprekken voeren dan dat je kunt door het lezen van boeken of blogs. Het werkt aan alle kanten waardevergrotend, want je kunt en waarde creëren voor mensen die in je podcast zitten en waarde creëren voor mensen die luisteren. Dus ik heb ook al voorbeelden gehad met dat ik een luisteraar naar me toe kwam en vroeg of die mee kon doen in de podcast. En daar heb ik net gisteren een filmpje mee opgenomen, omdat ik hem heb kunnen plaatsen bij een van de andere gasten in de podcast. He, dus zo, die was op zoek naar een tester en ik had net met een tester een podcast opgenomen. En zo
Nou, zo ontstond eigenlijk die business al als vanzelf. Ja. Ja, je zou het een win-win-win kunnen noemen. Hè? Dus een win voor jou als host, dat je makkelijk in contact komt met veel nieuwe mensen. Ja. Een win voor de luisteraar, want die kan inderdaad ook redelijk makkelijk in waar en wanneer die wil, kan die luisteren. Bijvoorbeeld in de auto, tijdens het sport, hardlopen, whatever. Ja. Maar ook voor je gast, want je gast die heeft er ook wat aan. Die krijgt weer nieuw publiek. Gewoon een podium. En ja dat is eigenlijk, dus het is echt gewoon voor iedereen leuk. Ik zie weinig nadelen aan podcasts, eerlijk gezegd. Ja, er zijn gewoon mensen die vinden het niks. Die zeggen echt, doe mij maar een uitgetypte transcript van wat jullie hebben besproken. Dat consumeer ik makkelijker dan dat ik echt een uur moet gaan luisteren naar een podcast. Ja. Maar goed, ja. Als je dan inderdaad tegen iemand zegt van ja, maar je zit toch wel in de auto. Weet je, ja, dan zeggen ze, ja, heel veel mensen, en ik ook hoor, ik bedoel, zeker op het moment dat het natuurlijk goed gaat met de business, wil ik wel een podcast luisteren in de auto, maar ben ik overdag ook voornamelijk aan het bellen. Ja. Dus voor mij is het vooral 's avonds, als ik dus geen podcast aan het opnemen ben, zoals nu, dat ik dan even een goede wandeling ga maken en dat ik dan een podcast luister. Dus er zijn natuurlijk genoeg momenten waarop het kan, maar het past bij je of het past niet bij je. Klopt. Dat is één. En het is ook een medium waarbij je volgens mij iets moet hebben met de host. Heb je dat niet? Je kan bijvoorbeeld iemand treffen die altijd, en ik ben daar zelf ook wel een voorstander van, hoor, want het gesprek moet ook gewoon goed de diepte in en je moet lekker door kunnen vragen. En af en toe moet je je gast ook scherp houden en onderbreek je iemand misschien wel net even te vaak. Ja, daar kunnen mensen enorm op triggeren en op afhaken en dan stoppen ze als luisteraar. Omdat je gewoon elke keer te veel je gasten onderbreekt. Ja, dat kan. Dus het past bij je of het past niet bij je. Ja. En er zijn natuurlijk ook nog tal van andere redenen waarom een podcast wel of niet geluisterd wordt. Hè. De kwaliteit van het geluid moet goed genoeg zijn. Nou ja, er zijn natuurlijk mensen die wij nemen dit ook op in video, hè, zodat het ook op YouTube kan. En omdat het vervolgens ook nog weer, als het lukt, met allerlei snippets op social media gezet kan worden. Hè? Dus daarin heb je een soort van mogelijkheid om de content op meerdere manieren in te zetten dan alleen maar als podcast of video. Ja. En video ook, weet je. Ik heb wel mensen, dan heb ik eens een keer een oproepje op LinkedIn gezet van hey, zou het leuk vinden om zich te abonneren op mijn YouTube-kanaal? Nou, toen zet iemand eronder, waarom zou ik mij abonneren op een YouTube-kanaal waarbij ik alleen maar zwevende hoofden met elkaar zie praten? Ja, weet je, ja. Dat was tot volgens mij een paar weken geleden misschien voor heel veel mensen nog vreemd. Nu is het de normaalste zaak van de wereld. Ja. Want Zoom die heeft zijn gebruikers ook van 10 naar over de 200 miljoen zien gaan, volgens mij. Wereld. Ja, mensen wennen daaraan, aan dit soort beelden, ja. En dan is nog steeds de vraag of je het leuk vindt om een uur lang naar ons te kijken. Ik kan me voorstellen dat je betere dingen te doen hebt. Dus ja, als je dat niet wil, dan kun je inderdaad het audioformat pakken. En voor de echte fanatieke podcaster, die maakt een transcript ervan. En die, dan kunnen mensen het alsnog lezen. Dus ja, ik vind het er fantastisch mee. Overigens ben ik altijd veel meer radioman geweest dan tv-man. Ja. Maar goed, dat is meer mijn persoonlijke interesse. Maar ieder zo'n ding. Ja. Precies, dus daarom vind ik podcast mooi middel. Ja. Maar hier hebben we het al even over een veelvoud van keuzes die je kunt maken en moet maken. Waar ga je wel mee bezig? Wat doe je niet? Hoe zet je het in? Jij zegt ik ben een radioman meer dan een tv-man. En ik heb je, wat je zelf ook al zei, ik heb je al een paar keer gesproken. En jij bent echt iemand van, eens in de zoveel tijd ga jij er gewoon echt voor zitten. En ga jij kijken naar wat ben ik nu allemaal aan het doen en wat daarvan ga ik afstoten. Oftewel, jij bent echt iemand die heel erg de filosofie aanhangt van, je moet durven kiezen om vervolgens gekozen te worden. Ja, dat is een mooie samenvatting. Ja, ja toch? Ja. Waar komt dat vandaan bij jou? Ik denk dat als ik een paar jaartjes terug ga, toen was ik net begonnen met ondernemen, 2-3 jaar terug. Toen merkte ik dat ik al vrij snel redelijk overweldigd was. In het begin is natuurlijk alles nieuw en je moet heel veel beslissingen opeens voor het eerst nemen die je niet gewend bent. Ook al stelt dat achteraf gezien natuurlijk allemaal niet zo heel veel voor, maar op dat moment is het best een hoop. Ja, zie je, ja, precies. Dan maak je druk om de gekste dingen. Ja. Toen merkte ik een beetje dat in dat overweldigd zijn, zeg maar, dat ik zocht eigenlijk naar, sommige dingen moeten wat makkelijker kunnen. En ik heb eigenlijk helemaal geen zin om overal heel de dag
dag keuzes over te maken. Maar ja, sommige dingen moet je nou eenmaal keuzes over maken, want het hoort gewoon bij het ondernemen. Ja. Toen ben ik gaan kijken veel, maar hoe doen andere grote ondernemers dat nou? En ja, bij grote ondernemers dan denk je al gauw aan bijvoorbeeld een Steve Jobs. Want ja, als je dan naar iemand kijkt, kijk dan naar zo iemand. Terecht of onterecht, maar het is in ieder geval iemand die iets bewezen heeft. Ja. En dan kom je erachter, als je echt kritisch naar dat gedrag kijkt van zo iemand, dan zie je dus dat hij elke dag dezelfde kleren draagt en dat hij heel minimalistisch was en dat soort dingen. Nou, het is niet zozeer dat ik meteen dacht van dat ga ik ook doen of ga ik kopiëren, maar ik dacht wel van ja, daar zit wel een gedachte achter. Ben ik meer gaan verdiepen, lang verhaal kort. Documentaire The Minimalist gezien op Netflix. Ik weet niet of de mensen die luisteren die gezien hebben. Maar het gaat er eigenlijk, daar volgen ze twee Amerikaanse jongens die een prima carrière hebben. Halverwege 20 zo ongeveer. Hebben alles wat ze willen in materieel opzicht. Maar zijn doodongelukkig omdat ze ja, eigenlijk heel erg in die American Dream zitten. En zich helemaal vastnestelen eigenlijk in alles wat meer is. Ja. En in die documentaire worden zij dus gevolgd in hun weg naar minder. En minder wil dus zeggen in de eerste plaats minder materieel. Dus gewoon echt inderdaad gewoon veel minder kleding. Het huis heel eenvoudig inrichten, dat soort dingen. Nou, ook hier weer om er niet een al te lange aflevering van te maken. Dat zette mij wel aan, denk ik. Als iets van, ja, dus daar zit wel wat in. Hè? Dus als je je keuzes beperkt, dan kost dat ook minder energie. Ja. Toen heb ik uiteindelijk na wat wikken en wegen inderdaad gezegd van, nou, weet je wel, ga ik ook gewoon doen. Hoe ingewikkeld kan het zijn? Ik gooi gewoon alles wat ik... Ik hoef geen 12 borden te hebben. Ik leef samen met mijn vrouw. Dus het is twee. Nou, er komt af en toe iemand op bezoek. 6 borden, 6 vorken. Dat is allemaal wel prima. Ja. En in plaats van 30 overhemden zijn 3-4 overhemdjes ook wel genoeg. 2 spijkerbroeken is ook genoeg. Nou, ga zo maar door. Dus dat was eigenlijk een beetje het begin. Dat ik op een gegeven moment dacht van ja dit werkt eigenlijk wel. Gewoon dit verlicht wat. Je hebt allemaal niet zoveel te onderhouden. Nou, prima. En gaandeweg dat proces dacht ik eigenlijk van ja, maar dit kan je dus eigenlijk ook in je business doen. Want wat ik nu in die kledingkast aan het doen ben, ja, waarom doe ik dat niet in mijn business? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik met minder gewoon de boel ook kan draaien? Dus heb ik wel die 12 softwarepakketjes nodig of kan ik het ook met 6? Ja. Nou, dan kom je erachter dat het ook wel met die 6 kan. Alleen je levert misschien hier en daar wat comfort in. Want dat zevende, achtste pakketje, dat voegt wel iets van waarde toe. Maar de vraag is of het dermate veel toevoegt dat het ook echt onderaan de streep nou zo de moeite waard is. Ja. De kosten en het onderhoud, de moeite. En eigenlijk heb ik geprobeerd, met de nadruk op geprobeerd, want het gaat met vallen en opstaan nog steeds, overigens iedere dag. Maar ik heb geprobeerd om eigenlijk die minimalistische mindset zoveel mogelijk toe te passen in het maken van keuzes. En het belangrijkste wat je daar van buitenaf aan kunt zien, is dat ik heb besloten om uiteindelijk, na ook weer wat wikken en wegen, want daar gaat best wel even wat overheen, besloten heb om echt een niche te kiezen met Noordhaven dus. We bedienden op dat moment echt allerlei branches en we deden van alles en nog wat. Van webdevelopment voor een accountantskantoor tot een marketingcampagne voor een bouwbedrijf en een social media campagne voor een uitvaartorganisatie. Echt letterlijk dat. Ja. Waarbij ik op een gegeven moment dacht van ja, dit is niet echt gefocust. We doen alles voor iedereen, maar ja, uiteindelijk doe je dan niks voor niemand, zeg maar, als je niet uitkijkt. En nou, eigenlijk met die gedachte heb ik gekeken van wat is nu echt een klant? Of wat is nu een klantgroep waar ik echt het meeste plezier uit haal en waar ik de meeste toegevoegde waarde heb? Dus wat is nou echt de essentie? En dat bleken softwarebedrijven, dus SaaS-bedrijven zoals we dat nu dan noemen. Daar deden we het over het algemeen best. Daar hadden we een paar klanten in en we vonden het gewoon verreweg het leukst. En nou ja, het is ook nog eens een groeiende markt. Dus we dachten, nou, daar gaan we ons helemaal op specialiseren. Dus dat hebben we ook gedaan. Heel veel in verdiept. En naar grote conferenties geweest in Dublin, New York, San Francisco, Berlijn. Echt, noemt allemaal maar op. Om gewoon die wereld goed te kunnen begrijpen. Ja. Gesproken met heel veel mensen die in die softwarewereld werken. Alles over gelezen. En nou ja, uiteindelijk dus ook best wel wat nieuwe klanten in bediend. Ja. En in dat proces eigenlijk steeds de bevestiging gekregen van ja, dit is goed. En uiteindelijk zelfs binnen die niche hebben we eigenlijk steeds nog weer verder verfijnd. Dus in de eerste instantie deden we daar ook echt dus mensen konden, SaaS-bedrijven konden hun marketing helemaal outsourcen aan ons. Nou, langzamerhand hebben we dat ook getransformeerd meer naar van een done-for-you service naar een done-with-you service. Dus het is nu dat wij
zoveel mogelijk sturen en links en rechts nog een beetje bijspringen, maar vooral zorgen dat ze zelf uiteindelijk autonoom verder kunnen vergroeien in plaats van dat ze aan ons vastzitten. Ja. Dus ook daarin toch weer onze efforts geminimaliseerd en impact denk ik vergroot. Uiteindelijk ook de toevoeging B2B SaaS bedrijven, want ja, we merken gewoon ook al ben je zo'n specialist, B2B en B2C is best wel anders in de SaaS wereld. Ja. Er zijn ongetwijfeld mensen die dat prima kunnen combineren en er valt ook iets te zeggen voor het feit dat je die beide markten wil bedienen, wordt het iets veelzijdiger. Ja. Maar ik ben eigenlijk in zeg maar, de afgelopen 3 jaar continu aan het zoeken naar hoe kan ik minder doen, hoe kan ik meer focussen en meer effectiviteit, meer rendement opleveren. En ik denk dat dat uiteindelijk voor mij voelt dat als een voelt dat heel bevrijdend. Ja. Terwijl ik aan de andere kant van het spectrum... Heb je zelf een doel gesteld? Wil je nou, ergens naartoe met die bedrijven waar je mee bezig bent? Of wat is dat zeker. Alleen als je het echt hebt over die keuzes maken, is het meer het systeem denken. Dus hoe kun je een systeem neerzetten wat ook repeatable is, zeg maar. Dus waarmee je meerdere keren een bepaald probleem kunt oplossen. Ja. Dat is uiteindelijk voor mij in deze fase nu belangrijker, omdat je daarmee echt, daar kun je toegevoegde waarde mee hebben. Wat ik daarmee bedoel, als jij iets doet bij een klant waarvan je al vrij zeker bent dat dat in de toekomst zich gaat herhalen, zo'nzelfde soort situatie, misschien bij een iets groter bedrijf of iets kleiner bedrijf of een bedrijf wat dit bedrijf wat je nu helpt opereert misschien internationaal, de volgende misschien niet. Maar er zijn een aantal parallellen in ieder project en hoe kun je na zo'n project of tijdens zo'n project even uitzoomen? En hoe kun je ervoor zorgen dat je die kennis ook daadwerkelijk systematiseert en vat, dat je het ook echt begrijpt. Wat heb je nou precies gedaan om dit resultaat te bereiken? En de focus ligt daarbij, als je het hebt over doelen, ligt eigenlijk niet meer op meer, zeg maar. Dat ik per se daar een bepaalde groeidoelstelling heb in kwantiteit. Maar eigenlijk 1 ding is maar belangrijk, het moet beter. En als het beter wordt, als onze dienstverlening beter wordt, als ik als professional beter word, als ik als persoon beter word in het overdragen van die kennis, dan is dat uiteindelijk, het uiteindelijke resultaat is dan ook groei. Dus ik heb het eigenlijk omgedraaid. En ik denk dat dat uiteindelijk toch wel uit die minimalistische mindset komt. Dat je niet meer gefocust bent op meer per se willen doen. Maar als je iets doet, kun je dan er meer aandacht aan geven en kun je meer impact hebben. En nogmaals, dit gaat met vallen en opstaan hoor, want de theorie zit zo. In de praktijk gaat dat gelukkig ook steeds beter, maar soms ga je gewoon op je bek. Ja, en dan, opnemen natuurlijk. Hè? Ja, dat klopt. Dan denk je, wat heb ik nu weer toegezegd? Want ik zeg ook, van nature zeg ik helemaal niet graag nee. Nee. Maar ja, als je dit wil doen, moet eigenlijk je standaard antwoord nee zijn. Ja. En dat is best lastig als je in elkaar zit zoals ik. Maar elke keer dat dat lukt, zeg je ook ja tegen dat waar je voor gekozen hebt. Dus dat, daar groei je wel. Maar nog even terug. Hè? Dus jij zegt feitelijk gezien, je hebt niet zozeer een groeidoelstelling of een punt waarvan jij zegt, goh, als mens of als ondernemer, als ik dat heb bereikt in mijn carrière of in mijn leven, om het zomaar even groot te maken, dan kan ik terugkijken op een succesvol bestaan. Dat zit er meer in. Hoe kan ik nou met minder energie en zo groot mogelijk impact realiseren? Ja, nou, bij groeidoelstellingen heb ik overigens wel... Wat ik wel heel graag wil, is dat ik over een aantal jaar... daar heb ik wel wat jaartallen bij gezet. Wil ik wel uiteindelijk echt tijd onafhankelijk kunnen werken aan de groei van inderdaad dit soort bedrijven. En het liefst van een iets grotere afstand. Nu zit ik er vaak nog echt heel erg in de operatie. Dus zit je echt nog aan de tekentafel en ben je soms ook nog betrokken bij het uitrollen van marketingacties. Ja. Nou, als een aantal jaar verder zijn, wil ik daar iets verder van afstaan. Dat doen we nu al bij een aantal klanten waar we gewoon 1 keer in de maand, 1 keer in het kwartaal meekijken. Onze inzichten delen. En daarin zie je ook een beetje de podcast terug. Want ik spreek natuurlijk met gigantisch veel mensen in deze industrie.
Dus doe je ook heel veel inzichten op. En die inzichten probeer je wat meer door te geven. En ik denk uiteindelijk dat dat meer de groeirichting is. Ja. En dat ik in staat ben om een aantal bedrijven echt significant verder te helpen. Dat is uiteindelijk wel meer de doelstelling dan. Ja. En wat zijn de grootste uitdagingen in het helpen van die SaaS-bedrijven om succesvoller te worden dan ze nu zijn? Ja, goede vraag. Uiteindelijk wat je ziet, we zijn eigenlijk allemaal best wel gewend aan, in het Engels zeggen ze dat mooier, hè? Instant gratification. Dus eigenlijk, je wil een bepaald succes, je hebt een bepaald idee en het moet morgen werken. Ja. Zeker in de SaaS-wereld, een SaaS-product bouwen, natuurlijk heb je daar goede mensen voor nodig en kan het heel complex zijn, ook een beetje afhankelijk van wat voor product je bouwt. Ja. Maar je kunt binnen een aantal maanden prima een goede MVP hebben, een minimum viable product, of misschien zelfs al echt een volwassen product. Ja. Daar zit niet per se alleen de uitdaging. De uitdaging zit erin dat je een business ervan moet maken. En mijn mening is dat je niet een business maakt in 1, 2 of 3 jaar. Je kunt een prima start maken, maar ik denk dat een business 3, 5 of wel 10 jaar duurt. En met een business heb je dus ook over vertrouwen, over herkenning, over echt van waarde zijn voor een doelgroep. Dus niet een specifiek toeltje kunnen bieden, nee, maar ook echt lange termijn relaties kunnen hebben met mensen die jouw product nodig hebben. Ja. En ik vind het natuurlijk fantastisch als je een quick win kunt vinden. Als je inderdaad wat heel veel mensen dan zeggen, een growth hack, een interessante term. Als je echt de silver bullet weet te vinden. Dus een briljante ingeving waarmee je in één keer viral gaat. De gelijk de volgende Slack van de wereld bent. Of de volgende, ja, Facebook. Nou, die voorbeelden zijn er, maar heel realistisch is het niet. Het zijn er altijd maar een paar. En het is zelfs de vraag of je dat moet willen. Natuurlijk wil je als ondernemer groeien, maar ik denk dat het vooral belangrijk is om te beseffen dat het een softwarebedrijf, en het geldt voor ieder bedrijf, het is meer dan je product. Het is ook, je kunt een fantastisch product hebben, maar je moet ook een cultuur kunnen bouwen. Je moet de juiste mensen kunnen verzamelen die ook allemaal begrijpen wat een visie is, waar je met z'n allen naartoe wil. Die moeten daar ook in geloven. De marktomstandigheden, daar moet je op inspelen, want die zijn altijd anders. Je hebt hoogconjunctuur, laagconjunctuur. Nou, nu hebben we ook nog te maken met een rare crisis die eigenlijk bij vrijwel niemand zag aankomen. Nee. En dus het is niet zo dat je een overnight succes bestaat niet. Natuurlijk zijn er wel bedrijven die ineens doorbreken, maar dan gaat daar vaak jaren aan vooraf, aan struggelen van de owners. Die hebben misschien eerdere businesses gehad, die zijn mislukt. Maar dat zijn wel allemaal puzzelstukjes geweest om in één keer dat gebouw uit de grond te stampen. En ik denk dat dat is wel een uitdaging waar we echt regelmatig tegenaan lopen. Dat start-ups zeggen, ja, we hebben nu 3 maanden het product gebouwd. We willen over 2 maanden, 3 maanden moeten we echt door het dak gaan. Ja, precies. En hoe graag ik dat ook wil. Natuurlijk ga je ervoor. Natuurlijk kijk je van, oké, maar wat kunnen we aan quick wins vinden? Maar ja, ik vind het de echte bedrijf. Ik sprak laatst bijvoorbeeld de oprichter van Moneybird. Ik heb ook gesproken met de oprichters van bijvoorbeeld Picker, van Simplicate. Het zijn eigenlijk een aantal hele mooie, gezonde Nederlandse softwarebedrijven. Daar zit ook gewoon al jaren, soms al 10 of meer jaren aan continu waarde leveren zit daarachter. En dat zijn zulke ongelooflijk waardevolle bedrijven. Die niet eens zozeer alleen in economisch opzicht, maar ook gewoon die snappen waar. Ik ben klant bij een van deze bedrijven. En ik zie de software van deze clubs zie ik vaak gebruikt worden bij bijvoorbeeld klanten of relaties. Ja. Over ieder detail is nagedacht. En daar zit zoveel liefde in. Dat heeft tijd nodig. Dat staat er niet in één dag. Het gekke. Het is misschien leuk om daar nog eens even op in te zoomen. Want mensen die zien vaak dat soort successen pas op het moment dat het een succes is. Dat geldt natuurlijk voor alles. Hè? Of je nou een bekende zanger, zangeres bent. Of je bent
Je bent inderdaad Steve Jobs, die weet je, iedereen die heeft het alleen maar over het moment dat ze jou ook echt pas leren kennen en ze je zien. En dan vergeten ze dat jij uiteindelijk ergens in een garage bent begonnen en jaren hebt gestruggeld en van alles hebt moeten doen en hebt overkomen. Randje faillissement, vervelende geldschieters waar je hebt mee moeten, klanten die niet blij zijn met je tool. Weet je, zoveel struggles waar elke ondernemer op zijn of haar manier, het is eigenlijk net het echte leven. En daar moet je gewoon doorheen. Ja. Er zijn ook geen shortcuts. Je kunt niet zeggen van, oh weet je wat, dan hebben we hier een miljoen en dan is het volgende maand wel een succes. Nee, zo, dat dan nog niet. Je moet ook de persoon worden die dat aan kan. Dus je kunt iemand wel een miljoen geven om een start-upje te bouwen. Alleen is die persoon die slimme dingen moet gaan doen met dat geld, is die ook de persoon die dat aan kan? Je ziet dat vaak ook als mensen de loterij winnen. Na een paar jaar of eerder al is het weg, het geld. Ja. Omdat ze niet gewend zijn, ze zijn niet gegroeid in die rol om beslissingen aan te kunnen nemen. Want op het moment dat je bedrijf groeit, groeien ook je problemen. En je moet daar moet je, er is heel veel persoonlijke groei voor nodig om ook tegen al dat soort krachten in te spelen, zeg maar, om daarmee om te gaan. Ja. En ja, ik denk dat het ontzettend waardevol is om die wat langere termijn in de gaten te houden om toch een zekere rust te zoeken en niet morgen de absolute doorbraak willen hebben, maar liever 1% beter iedere dag. Ja. Focus je daar eens op. Kun je iedere dag een kleine verbetering op je webshop of je een website hebt of wat voor business je ook hebt, kun je elke dag één productpagina beter krijgen. Of kun je elke dag 10 minuutjes werken aan een bepaald keyword. Of ook in je gezondheid, hè, werkt het precies hetzelfde. Doe je elke dag kwartiertje even wat push-ups, even een paar minuutjes wat lopen, wat weet ik veel, is effectiever dan 1 keer in de 3 maanden helemaal losgaan, 1,5 uur in de sportschool en vervolgens niks meer doen. En, nee. Ja, ik denk dat er zit ook een heel groot gedeelte gewoon common sense in, denk ik. Maar ik vind dat in de tijdgeest, klinkt een beetje als een opa trouwens nu. Maar ik vind dat in deze tijdgeest wel echt super belangrijk. Kijk, je gaat gewoon. Ik krijg er soms een beetje. In die start-up wereld is dat gewoon echt wel een dingetje. Daar krijg ik soms echt wel een beetje kriebels van. Denk van ja, maar dat is overal. Ongetwijfeld. Als jij zegt in de sportschool, ik bedoel, mensen zoeken altijd naar een shortcut. Ja. Of het nou een of andere magische pil is die ervoor zorgt dat je als je morgen uit je bed komt, je 30 kilo achterlaat, die je zo al jaren zo graag kwijt zou willen raken. Of er is een smeersel waarbij je toch ineens weer een haar op je hoofd hebt. Wat het ook maar is, hè, mensen denken altijd in wat jij ook zegt. Het moet dan ook morgen maar klaar zijn. Ja. En ze geven liever €1000 uit aan allerlei meuk om te ontdekken dat het niet zo is. Ja. Dan dat ze voor die duizend euro inderdaad elke dag even een kwartier, half uur losgaan in de sportschool en dan weer verder. Ja, of lees elke dag 10 minuutjes uit een boek. Daar word je wijzer mediteren van. Mediteren of... Precies, zulke dingen. Het is echt gewoon die consistentie. Gewoon elke dag weer herhalen. Ja. En ze noemen vaak ook het succes. Is ook meestal te danken aan habits. Hè? Dus gewoon gewoontes vormen. Gewoon elke dag saai, hetzelfde ritme, maar wel gewoon doen. Je reps maken. Ja. En geduld hebben, denk ik ook. Hè? En misschien herken je dat ook wel. Ik ben daar zelf in ieder geval wel achtergekomen vorig jaar. Hè, dat altijd maar meer, groter, beter willen. Vergeet het maar, want het werkt gewoon heel averechts. Ja, nou, je zei net zelf, hè, je vroeg me naar mijn doelen en je merkte dat ik een beetje om de vraag heen ging. En dat heeft een reden. Vroeger, en zeker toen ik begon, hè, je moet een businessplan hebben, moet je doelen inzetten, en dat is allemaal fantastisch. Yeah. Maar je gaat merken dat de wereld zo snel gaat, zeker nu, maar eigenlijk sowieso. Als ik zie de keuzes, zeg maar, die ik in de afgelopen jaren heb gemaakt, die waren niet te voorzien. Ik kan beter focussen op hoe kan ik als persoon goed bij de les blijven? Hoe kan ik zorgen dat ik mentaal, fysiek fit ben? Ja. En kritisch naar mezelf blijf kijken. Hoe kan ik de juiste mensen om me heen verzamelen die ook kritische vragen aan me blijven stellen? Ja.
Ik denk dat dat uiteindelijk nog belangrijker is dan een specifiek doel hebben. Overigens, als het gaat, ik vind er zit een verschil tussen een doel en een visie. Ja. Je wil wel een stip op de horizon hebben. Je moet wel begrijpen waar je ongeveer naartoe wil. Wil je een bepaalde specialist zijn in iets? Of wil je gewoon een enorme business opzetten en wil je daar zoveel mogelijk geld aan verdienen? Of wil je, veel in de blank, wat wil je? Zet dat wel ergens op een A4'tje. Ja. Kijk daar ook regelmatig naar. En als je dan een grote beslissing moet nemen, kijk dan van, ligt deze beslissing een beetje in lijn met, gaat dit me dichter bij mijn doel brengen uiteindelijk, hè, of bij die missie? Ja. Ligt het in lijn met die visie? Ja, absoluut. Maar echt hele concrete doelstellingen, ik vind dat steeds lastiger. Ja, hè? Ja. Maar heb je dan niet eens het punt dat je denkt, jeetje, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Nee, niet dat. Het is wel dat je continu, laat ik het anders zeggen. Als ik weer een beetje in de val getrapt ben om te veel hooi op mijn vork te nemen, en nogmaals, dat gebeurt best nog vaak. Op dat moment komt er altijd wel weer een moment dat je denkt van, ja, shit, waarom doe ik dit? Waarom heb ik hier ja tegen gezegd? En als je daarover nadenkt, is het vaak angst geweest. Angst om nee te zeggen tegen iemand die je eigenlijk heel graag mag. Een klant waar je al heel veel aan te danken hebt van het eerste uur, waarvan je zegt van, ja, maar die klant, ja, die wil ik echt niet laten zitten. Want ik weet gewoon dat die het fijn vindt als we dit even voor hem oplossen. En dan zeg je ja. Maar er kunnen ook andere angsten in zitten. Van ja, maar dan vinden ze hem niet aardig. Of dan lopen we de omzet mis. Of nou, noem het maar op. Er kunnen allerlei angsten achter zitten. BD komt er weer aan. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En dan zal je zien. Ik heb verschillende keren gehad dat ik dan inderdaad ja tegen iets zei. En een week later kwam er echt een kans voorbij die echt leuk was. Die ook echt wel in het plaatje paste. En daar kon ik dan geen ja tegen zeggen. Ja, dat moet je moet gewoon een paar keer tegen de lamp lopen. En dat heb ik vaak genoeg gedaan. En dat zal ik ook absoluut blijven doen. Maar je gaat wel iets, althans door de tijd ga je iets meer dat soort momenten herkennen, wel gelukkig. Dat je denkt van en ik denk ook dat het, weet je moet daar ook niet te streng tegen jezelf zijn. Hè? Want op het moment dat je op dat moment wel kiest voor A, en misschien presenteert zich op dat moment ook wel B, je zult nooit weten wat het effect was geweest op het moment dat je die andere had gekozen. En dan kun je heel lang in blijven hangen en jezelf elke keer van jezelf ook op kop geven en denken van ja, ik had toch voor die andere moeten gaan, maar deze pakt niet zo goed uit. Misschien was achter deur nummer 2 nog wel een veel grotere blamage weggekomen. Ja, dat is ook zo. Lijkt het dan vanaf een afstandje super mooi, maar... Ja, nou ja, dat is een goede nuance, want je weet het ook gewoon niet. Dus maar het is wel zo inderdaad dat ik merk dat soms... dat je te snel weer ja zegt. Terwijl je... Dan eigenlijk heb je dan niet goed genoeg naar de lange termijn gekeken. En ik denk dat lange termijn... Dat je zoveel mogelijk daarop moet focussen. En we zijn allemaal zo druk met vandaag. En hoeveel likes hebben we? Hoeveel dit? En ja... ik denk dat we allemaal een klein beetje meer moeten leren. Ook van hoe ontzettend kwetsbaar we zijn. Ik bedoel, we trekken ons al... er zijn gelukkig mensen die het wel doen, maar ook ondergetekende, we vliegen overal naartoe en we houden nergens rekening mee met wat we consumeren. En dan zie je nu dat dit soort dingen gebeuren. En dan ben ik benieuwd, wat gaan we er nu van leren? Hoe gaan we over 2-3 jaar ons weer bewegen? Hebben we dan inderdaad wat geleerd van alles wat er nu gebeurt? Ja. Of, denk het niet. Ik ben ook bang van niet. Wat ik wel voor mezelf, en ik denk dat dat voor veel mensen die luisteren misschien ook wel goed is om te realiseren, en dat hoor ik jou ook zeggen, dat heb ik zelf ook in mijn lijf ondervonden. Genieten van de reis die je hebt, dus doelen stellen, hartstikke goed. Maar wee je gemeente dat je niet op het punt komt dat je elke dag bent, ik had daar al moeten zijn. Nee, want dat was voor mij denk ik echt wel het moment dat ik dacht, ja wacht, tenminste achteraf, hè, op dat moment niet, want ik was veel te druk met vandaag. En de dagen liepen in elkaar over en avond aan avond dacht ik, hey, wacht even, ik ben weet je, en dat doe ik nu weer, maar veel meer vanuit een bepaalde rust. Ik heb heel veel rust gevonden in het feit dat het doel een doel is, wat feitelijk gezien voor mij helemaal niet iets is wat ik
moet realiseren, maar veel meer een richting bepaalt. Hè, wat jij ook zegt, wat je helpt om keuzes te maken. Maar vervolgens gewoon heel erg tevreden zijn met waar je nu staat. En blij zijn dat je nu gezond bent en dat de mensen om je heen gezond zijn. En dat je tijd genoeg hebt om met je vrouw en je kinderen door te brengen. En dat op het moment dat jij in een meeting met iemand zit, en die hoeft ook niet heel lang te duren, maar dat moet vooral een nuttige meeting zijn, maar dat je dan ook daar bent. En niet vervolgens in je kop eigenlijk al denkt van ja, maar ik had daar al moeten zijn of ik had dit al moeten bereiken. Weet je, dat is denk ik heel erg mijn inzicht geweest van het afgelopen jaar. Veel meer eigenlijk, weet je, gas geven op het grote geheel. Maar in het moment veel meer rust hebben en veel meer blij zijn met waar je nu staat. En dat ook prima is. Ja, en ik denk ook dat je een verschil kunt maken, dat er een distinctie zit tussen tevreden en blij. Ik denk uiteindelijk dat ik niet snel, ook nu niet, ik ben niet tevreden met waar ik sta. Want ik wil verder zijn, maar ik ben wel blij met waar ik nu sta. Snap je? Dat is een heel dun lijntje, maar dat betekent dat ik op dit moment, ik wil verder zijn, daar ben ik me ook van bewust. Want ik heb echt wel een aantal zaken van, ik van ja, maar als ik daar ben, dan kan ik weer het volgende level. Ja. Maar ben je tegelijkertijd wel aan het werk, hè? Dus dat je daar nog niet bent. Maar ik ben wel blij dat ik hier nu al sta. Want ik zie wel dat ik al onderweg ben, zeg maar. En ik denk dat dat een verschil kan zijn. Tevredenheid kan ook weer een bepaalde luiheid oproepen. Ik denk ook dat dat bij ons beiden niet zo heel snel aan de hand is. Want je bent, ja, als je ondernemend bent, dan ben je dat niet zo snel. Dan, nee. Maar zie, ik denk wel zie dat je overal dat, wel weer iets. Weer altijd wel weer door. Maar ik denk wel dat dat een distinctie is die je zou kunnen maken voor jezelf. Dat je denkt van oké, ik ben niet helemaal tevreden met waar ik vandaag sta. Maar ik ben wel blij dat ik sta waar ik sta. En die ontevredenheid, die voedt ook weer om door te gaan de volgende dag. Dus ik denk, je bent altijd bezig, hoe kan ik een betere versie van mezelf worden? En tenminste, dat heb ik heel sterk. Daar lees ik voor, daar doe ik van alles voor. En ondertussen dus probeer het proces inderdaad om daarvan te genieten. Maar ik moet zeggen, dat gaat op de ene dag ook wat makkelijker dan de andere natuurlijk. Nou ja, en dan kom je weer op het punt van, ben je gelukkig in je leven? En als je, hè, als dat te vaak niet lukt en je zegt dag na dag, 's ochtends tegen jezelf in de spiegel. Hè, dat is dan een oefening die ik af en toe nog wel eens doe. Van hey, zou jij dus deze dingen die je vandaag moet gaan doen, ook doen op het moment dat je weet dat volgende week maandag je laatste dag is? Ja. En een dag iets doen wat misschien niet helemaal in je straatje past, weet je, prima. Want je moet bepaalde dingen ook wel even door om weer verder te kunnen. Maar als 2, 3, 4 dagen achter elkaar het antwoord op die vraag nee zou zijn, ga dan weer eigenlijk wat jij ook zegt terug naar die tekentafel en ga maar weer keuzes maken. Ga maar weer nadenken over wat ik nu aan het doen ben klopt niet bij of strookt niet bij mijn geluk. Ja, en meestal betekent het dat je minder moet gaan doen. Als minimalist, essentialist. In dat kader is een boek Essentialism erg interessant. En daar, dat is van Greg McKeown. En die heeft de definitie van minimalisme of essentialisme. Volgens mij is hij het. Identify the essential, eliminate the rest. En daarin, het gaat er vaak om dat je juist dingen moet weghalen. Het is vaak helemaal niet dat je meer moet. Je moet vaak juist wat minder doen om weer overzicht te krijgen. Want dan kun je waarschijnlijk heel veel meer doen. Ja, dan kan je meer doen van waar je echt goed in bent of wat je echt leuk vindt. Ja, maar dat zit volgens mij ook heel erg in van oké, ik ga niet, wat ik net ook zei, je gaat niet in een uur in een meeting zitten op het moment dat je eigenlijk weet dat de essentie van die meeting in 7 minuten er wel doorheen kan zijn. Precies, ja. En je gaat niet van, en dat is ook wat ik bedoel, dag na dag dingen doen waar je, die jou eigenlijk helemaal leegzuigen qua energie. Maar leg dat dan bij iemand anders neer, of kijk naar wat daarin anders georganiseerd kan worden, zodat je dat niet meer hoeft te doen. Ja, overigens in dat kader moet iedereen die hier geïnteresseerd in is even op YouTube kijken naar de
Stanford speech van Steve Jobs. Die vertelt hier echt op een briljante manier hoe je hier afscheid van kan nemen. Van inderdaad dingen doen die je niet wil. Ja, precies. Ja. Volgens mij komt daar mijn oefening ook vandaan. Van elke dag even in de spiegel kijken. Ja, als je te veel achter elkaar... kijk elke dag in de spiegel en vraag of je nog doet waar je van houdt. Als het antwoord te vaak achtereen nee is, dan moet je in actie komen. Ja, precies. Dan moet je iets anders gaan. Komt dat op neer. Ja, tof. Hey, misschien als afsluiter, hè, wat is voor jou een van de grootste, belangrijkste keuzes geweest die jij hebt genomen in jouw carrière als ondernemer, die eigenlijk wat jij nu zegt, laten zien, wat is daarin zeg maar een van de onderdelen geweest die jij hebt, waar je in hebt gekozen? Ik ga geen specifieke keuze benoemen. Ik denk ook dat dat zo situatiespecifiek is. Ja. Wat uiteindelijk de meeste doorslag heeft gegeven om dit soort keuzes te kunnen maken. En om ook iets te bouwen waar ik over het algemeen heel veel plezier in heb. Dat is het werk aan jezelf. Je kunt je bedrijf niet groter maken dan je eigen ontwikkeling. Op het moment dat jij geen oog hebt voor je persoonlijke ontwikkeling, dan heb ik het over het vermogen om overzicht te bewaren. Ook je fitheid vind ik mega belangrijk. De manier waarop je omgaat met mensen, de manier waarop je communiceert, de manier waarop je met beslissingen omgaat. Het is allemaal terug te brengen naar hoe goed kun je voor jezelf zorgen en hoe waar voed je je gedachten mee? Ja. En uiteindelijk kun je met een fantastisch product, daar kun je de hele dag druk om maken. Je kan een fantastische dienstverlening hebben. Je kan de beste techniek bouwen of hebben. Of de snelste levertijden of whatever. Maar op het moment dat jij zelf niet meer in staat bent om rust te creëren en om zelf te groeien, gaat je business ook niet groeien. Want niet alleen jij, maar ook de mensen om je heen, die gaan dat merken. En die gaan zien dat jij stilstaat, dat jij op je plafond zit. En die willen niet meer voor jou werken. Of ze doen het misschien nog uit noodzaak, maar niet meer omdat ze denken van, hé, daar wil ik bij horen. Nee. Dus, ik zeg altijd in dat kader, het begint en het eindigt allemaal met jou. Ja, dat is echt waar. En hoe fitter jij bent, fysiek, maar ook vooral mentaal, hoe meer je kunt groeien. En ik zou echt altijd zorgen dat je voor jezelf routines inbouwt. En hoe je dat doet, dat is voor iedereen verschillend. Ik heb er echt moeite voor gedaan om een ochtendmens te worden. Om elke dag heel vroeg uit bed te gaan en om te lezen en om te hardlopen. Ja. Voor een ander werkt dat misschien helemaal niet. Voor een ander zijn daar misschien andere gewoontes die beter werken. Maar werk aan jezelf. Als je dat doet, komt de rest vanzelf. Daar geloof ik echt in. Mooi afsluiten. Yes. Mag ik jou enorm bedanken voor je tijd en het delen van je visie en je kennis. En je enthousiasme, want het is duidelijk dat je een lol beleeft ook aan wat je aan het doen bent. Ja, zeker. Ja, jij bedankt. Leuk om dit gesprek te hebben. En wat ik zeg, dit is een van de leukste dingen van mijn werkdag. Om dit soort gesprekken te voeren. Dus heel gaaf dat op deze manier kan. Thanks. Nou, tof. Laten we contact houden, man. Want wie weet wat we voor elkaar kunnen doen. Yes, doen we zeker. En succes met de business. Hetzelfde. Thanks. Later. Yo. Hoi. Super tof dat je deze video helemaal tot het einde hebt uitgekeken. Ben je al abonnee van mijn kanaal? En heb je de video ook al even een duimpje gegeven? Volg me op social media via de handle @askmatthijs of kijk eens op mijn website matthijskok.com.